Yo guys, Job hier, a.k.a. DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is je boy, doe even een blauw duimpje omhoog binnen 5 seconden als jij niet vast wilt komen te zitten in een lift. Maar als je wel samen met mij een keer naar de McDonald's wilt om een lekkere Happy Meal te eten. Lijkt mij een leuk idee. Vandaag spelen wij Roblox de Horror Elevator. En dit is voor alleen admins. Ik denk dat ik hier niet zoveel te zoeken heb. Ah, dit zijn alle admins. Zo, dat zijn er een hoop. Er zullen waarschijnlijk een hoop mensen gewerkt hebben aan deze Roblox game. En dit zijn alle games die deze jongen heeft gemaakt. En ik zie nu al Nightmare Fighter. Midnight Arrivers, Eternal Horror in the House. Ik denk dat deze man voornamelijk horror games maakt, dus hij zal wel ervaring moeten hebben. Nou ja, goed, ik zit in de lift, lekker te wachten, want ik moet naar de volgende verdieping, dus dan wacht je wel vaker in de lift natuurlijk. Goed, ik ben heel erg benieuwd waar we uitkomen. De bedoeling is dat wij natuurlijk in leven blijven en niet doodgaan, desondanks de dingen die er waarschijnlijk achter ons aan gaan zitten. We zijn er. Oké dan. Ik ga heel snel hierin. Ik ga heel snel weg. Ik verstop me. Oh my god. Ik weet legit niet wat er achter mij aan zit. But it isn't nice. It isn't nice at all. Het is geen leuke klasgenoot waarmee je na school even een balletje gaat trappen. Het ziet er eerder uit als iemand die 4 keer gezocht wordt door de politie in 8 verschillende landen. Hallo? Is dat misschien... Ik weet het niet. Ik weet niet hoe je een moordenaar begroet. Konnichiwa. Dat was hem niet. Nee, konnichiwa, dat viel niet goed bij hem. Dat was geen correcte. Goed. Dat was ervaring nummer 1. Dan gaan we nu voor ervaring nummer 2. Want ik bedoel, hey, ik hoor leuke muziek. Het is je boy DT en als het kan neem ik je zus mee uit eten. Eten we een burger en dan... En dan daarna eten we nog een burger, want ik heb honger en ik ben even dik als Jonah aan het worden op dit moment. Ik heb geen idee wat ik allemaal zeg. Ik ben een beetje bang aan het worden. Ik zie 2 mooie vrouwen met paars haar. Dat lijkt op een tweeling. Ja, het lijkt best wel op een tweeling. Ze hebben letterlijk dezelfde outfit aan. Goed. Ik zie een soort van bos, als ik het goed heb. Het is wel heel erg donker. Misschien kan ik beter in de lift blijven. Wat hoor ik? Mario! You crazy bro! You crazy bro! Oh nee, Mario! Op onze eerste date lag je al op me. Jij bent een hele vreemde loodgieter. Ik heb je altijd hoog, je weet toch, hoog zitten, maar dit was een beetje een rare move die je probeerde te maken op me. Goed, nou, volgende verdieping. Volgende verdieping, let's get it. Ik zie hier mensen in de chat spammen Sonic.exe. Dat is een soort van horror Sonic. Maar ook Five Nights at Freddy's. Dus ik ben benieuwd. Net hadden we schijnbaar Mario.exe. Was geen leuke Mario, to be honest. Oh my god. Oh my god. Ik denk dat er een killer clown achter ons aan zit. Ik zie in ieder geval dat de lift is neergestort. Oh my god. Oh my god. Oh my god. De lift staat in de brand. En er zit een psycho achter ons aan. En ik weet niet welke psycho het is. Ik weet alleen wel dat ik misschien beter even mijn zaklamp kan gebruiken. Ik voel me op zich redelijk veilig of zo. Want het lijkt alsof... Shrek! Nee! Shrek! Nee! Hoe gaat het ook alweer? Dat is Shrek nummer. Hoe gaat dat Shrek nummer ook alweer? Ik ben het helemaal kwijt. Het was zo'n typisch nummer wat je in elke Shrek-film hoorde terugkomen. Na na na. Nee, dat is In the Jungle, joh. Kom op. Shrek, laat me met rust. Ik wil niet. Ga terug naar je moeras. Oh my god. Hij zit lijp achter mij aan, hè, jongens. Hij zit lijp achter mij aan. Oh my god. Oh, hij heeft me, jongens. Dat is balen. Ik sta daarentegen wel redelijk hoog op het leaderboard. Of ja, tenminste, ik weet niet of dat echt het leaderboard is. Ik ga er vanuit van wel. Deze man heeft echt de meest epische tas ooit. Dat is gewoon krankzinnig. Hij is gewoon een alien tas. Ik bedoel, waarom zou je een Gucci of een Louis Vuitton tas willen dragen? Als je een alien tas hebt. Dat is gewoon van een ander niveau. Dat is gewoon niet uit het jaar 2018 naar 2028. Dus ben je echt beast, dan draag je een alien tas. Oké, ik hoor hele soort van vrolijke muziek. Dat is positief. Yay! Vrolijke muziek. Hallo? Come back to the elevator. Be careful.
Er staat, loop terug naar de lift en wees voorzichtig. Oké, maar... Oh my god. Oh my god. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is, maar ik ben nog nooit zo blij geweest met onweer. Want dat was de enige manier voor mij om iets te zien. Oh my god, dit is creepy. Wat zit er überhaupt achter me aan? Like, ik hoor dingen, maar ik zie ze niet. En dat is geen fijne combinatie. Meneer met de toeter, kunt u even stoppen? Deze man heeft een toeter gekocht, maar weet niet hoe hij ermee om moet gaan. Zeg maar, er zijn manieren om met een toeter om te gaan. Maar niet op het moment dat er een seriemoordenaar achter jou aan zit. Dat is eigenlijk wel het laatste moment waarop je je toeter erbij moet pakken. Hoe gek het ook klinkt, maakt verder niet uit. Wat zit er achter mij aan? Had ik nou serieus de hele tijd een zaklamp die ik aan kon doen? Ik ben echt een noob. Goed, ik heb hem nu in ieder geval. Het is Slender. Het is Slender. Ik hoorde het al. Het is Slender, jongens. Oh god. Oh god. Dat is super creepy. Maar ik heb het gehaald. Nice, ik heb het survived. Volgende. Wanneer je dus overleeft, mag je nog een ritje in de lift maken. En je moet het eigenlijk gewoon zien dat elke keer wanneer je overleeft, je weer een verdieping hoger gaat. En dat is de bedoeling, want dat is wat een lift doet. Hij brengt jou omhoog. Alleen als je doodgaat, dan... Daar ga je niet meer omhoog. Dus ja, ik hoop dat jullie het snappen. Goed. Ik hoor rare Japanse K-pop op de achtergrond, lijkt het wel. Hartstikke leuk. Hartstikke interessant. Maar de lift gaat open. En ik hoor de telefoon afgaan. Hallo, oma. Ben je je kunstgebit kwijtgeraakt? Hallo? Wat voor horrorkarakter zit er deze keer achter ons aan, jongens? Waarom hoor ik vrolijke... Oh my god. Waarom hoor ik vrolijke muziek? Ik snap het niet. Er zit een horrorpersonage achter ons aan wat ons waarschijnlijk wil vermoorden. Dus de vrolijke muziek, iets minder toepasselijk eerlijk gezegd. Oh my god, wat is dat? Ik ben literally out of the world gevallen toen ik net het personage voor de eerste keer zag. Het leek een beetje op een soort van guy met een kippenmasker. Like, misschien is die boos dat er zoveel kippen in de KFC worden geslacht. I don't know. Maar goed, we gaan verder. Na 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 na. Ik hoor hele gekke vreemde muziek op de achtergrond. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Of ja, waarschijnlijk uit de lift, dat snap ik. Maar ik bedoel meer van, ik snap de context er niet zo goed van. Ik ben er gewoon heel erg benieuwd waar we nu zijn. Nee! De speelgoedfabriek van Chucky. Oh nee toch. Chucky heeft me vermoord. Nee! Chucky, jongens en meisjes, is een seriemoordenaar die in het lichaam van een pop terecht is gekomen. En zeg maar, toen ik net een beetje die bliksem zag, zag ik al die, ja zeg maar die poppen. Ze heten geloof ik Good Guys in de film. Dat zijn dus van die poppen. En in de film Chucky gaat er op een gegeven moment een seriemoordenaar dood. Die wordt neergeschoten door de politie. En dat gebeurt in een speelgoedwinkel tussen al die poppen. Dus de geest van die seriemoordenaar, die komt in zo'n pop terecht. Super creepy. Super, super creepy. Maar ja, goed. Dat hebben we net weten mee te maken. Ik zou zeggen, laten we even lekker verder gaan. Ik heb er zin in. Ik doe heel even mijn webcam belichting een klein tikje naar beneden. Want ik was namelijk een beetje overbelicht. Excuses daarvoor. Maar goed, ik ben heel erg benieuwd. We zijn terug in de lift. Hij gaat open in 3, 2, 1. Nee, serieus. Ik kan het niet op commando. Nou ja, dan moeten we maar gewoon geluk hebben dat hij nu open gaat. Ook niet. 3, 2, 1. Nu. Ik heb hem, jongens. Goed. Wat zit er achter ons aan deze keer? Oh, god. You sillier outlaw. Ik weet eerlijk gezegd niet wat dat betekent. Ik weet alleen dat ik waarschijnlijk de eerste moet zijn die de lift inrent. Want anders word ik waarschijnlijk opgegeten als avondeten van een of andere psycho. En dat wil ik niet, want dat schijnt namelijk naar onderzoek niet leuk te zijn. Goed. Ik heb echt geen idee. Was dit het? Of zit er gewoon stiekem nog iets achter ons aan wat zometeen de lift binnenkomt? Nee, goed, ik heb het gehaald. Dat was eigenlijk gewoon heel erg creepy, omdat je niet wist wat er achter je aan zat. En dat maakte het misschien nog wel enger. Oh nee, niet deze muziek. Deze muziek heb ik erg vaak gebruikt in mijn video's wanneer ik het over iets engs had. Dus deze muziek, die ken ik. Oké, goed. Oh my god, het is een blond meisje! Het is mijn aardrijkskunde... Oké, nee, laat maar. Zeg maar, ik had ooit een aardrijkskundelerares die altijd haar haar blond verfde. Dus ik dacht heel even dat zij het was. Maar nee, gelukkig niet. Het was gewoon een blond meisje. Dat kan. Natuurlijk kan dat. Geen enkel probleem. Ik ben heel erg benieuwd waar wij nu uit gaan komen. Ik vind die schedel ook niet heel erg, zeg maar, verwelkomend. Hallo? Go to sleep. Nou, wanneer dat op die manier tegen mij wordt verteld, heb ik overal zin in, behalve in het slapen. Ik weet eerlijk gezegd ook niet wat is er aan de hand. Oh my god! Nee! Nee! Er zit een psycho in de lift!
Een psycho in de lift, ik herhaal! Code paars! Ik weet niet waarom ze het code paars noemen, maar... Code paars! Ik leef nog wel. Ik bedoel, like, ik ben voor mijn gevoel pittig goed bezig dat ik gewoon nog leef op dit moment. Ik ga denk ik even de lift uit, want... Oh, ze killt literally iedereen in de lift, hè, jongens. Zeg maar, dit is het moment waarop je de lift uit moet lopen en er niet in moet blijven. En ik geloof dat weinig mensen zich dat beseffen, behalve deze jongeman hier. Oh nee, nu is ze ook de lift uit en nu moet je dus snel weer de lift in. Oké, okay, nice. Oh nee, shit. Oké, goed. Ik dacht al heel even dat ik dood ging omdat ik de lift niet op tijd in was. Goed, volgende. We hebben nu Mario meegemaakt, een gestoorde Mario. We hebben nu een Rebecca meegemaakt ofzo, of die chick die zei go to sleep. We hebben een lange enge gang meegemaakt waar teksten op de muur verschenen in de vorm van bloed. Dus ik ben benieuwd wat wij nog meer kunnen verwachten in de horror lift. Want dat is eigenlijk wel hoe je het kunt noemen na alle ervaringen die ik inmiddels heb meegemaakt. En oh ja, niet te vergeten, Chucky, de bloeddorstige pop. Ding dong. Oma, heb jij een ontbijtje voor mij gemaakt? Wat hoor ik? Oh, dit is Slendy Tubbies of niet? Dit is waarschijnlijk Slendy Tubbies. Waarom volgt iedereen mij? Like, er zijn veel mensen die je kunt volgen. Oh my god, wat is dat? Wat is dat? Ik ben zojuist vermoord door een of andere gekke robot. Ik heb geen idee wat mij overkwam. Oké. Oké, nou, dat was leuk. Hallo, kale mevrouw, leuk dat je erbij bent. De muziek doet een beetje pijn aan mijn oren. Dus jongens en meisjes, ik dank jullie voor het kijken. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie mij vaker gebruik zien maken van de horrorlift? Dat is denk ik wel het beste hoe ik het kan noemen. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Het was je boy de tuber. Ga deze lift nooit in. Dat is wat we hebben geleerd in deze video. Tot de volgende keer en adios.